Ja, hier is Vissie weer. En vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. Want het is natuurlijk zondag en dat betekent ja, Q&A tijd natuurlijk. Hè. Elke week op zondag in ieder geval een Q&A. 'S Morgens op begin van de middag, dan komt hij meestal online. Ik heb daar niet echt een hele specifieke tijd voor. Ligt eraan of ik de tijd heb ervoor bijvoorbeeld om op te nemen. Nu is het al zondag en dan ga ik hem al opnemen. Dus dan ben ik een beetje laat, dus dan komt hij in het begin van de middag. Hey, heb jij natuurlijk een vraag aan mij, dan moet je het gewoon even achterlaten natuurlijk bij de comments. En het kan zijn dat ik misschien een keertje een dubbele vraag beantwoord. Het ligt eraan wat voor vraag het is eigenlijk. En hoe lang geleden die bijvoorbeeld in de Q&A is al beantwoord. Want ja, na zoveel Q&A's begrijp ik bijvoorbeeld als een nieuwe subscriber er is. Dat mensen die Q&A's niet gaan terugkijken natuurlijk. Helemaal logisch. Vergeet natuurlijk ook niet blauw duimpje omhoog te geven. Vorige week hadden we 150 likes gehaald. De week ervoor 200 likes. Ik begrijp natuurlijk dat het vakantie is dat het gewoon iets minder bekeken wordt en geliked wordt. Maar vergeet het niet, zou ik zeggen. Allereerst wat natuurlijk even over de gameplay. Het zijn twee gameplays van twee subscribers. Want eigenlijk is het een beetje de bedoeling dat jullie de gameplay gaan aanleveren voortaan voor de Q&A. Vind ik wel leuk eigenlijk. Of je nou een kanaal bent of een subscriber, dat maakt helemaal niet uit. Zorg voor een leuke gameplay. Liefst natuurlijk met de Fish Clan Tech. Hè? Dat is natuurlijk wel echt super stoer natuurlijk om daar mee te gaan spelen. Dus heb je gameplay, dan kan je dat ook retransferen naar mij. Fishinator1980@gmail.com. En dan zal ik in ieder geval bericht geven of ik jouw gameplay ga gebruiken voor de Q&A natuurlijk. Het is wat langere gameplay, dus ik kon wat langer hierover lullen en zo. De eerste gameplay is in ieder geval van Durpien, dat is ook een goede subscriber trouwens. En de vriend van Kevin Vaag Junior. Hij haalt hier een Moab op MB3 natuurlijk met de MP7. En de tweede gameplay is van het broertje van Matthijs Visser. Die haalt 47 kills en 17 deaths of zo. Maar dan op Ghost en op de map Strike Zone. En met de Honey Badger, als ik het goed heb. En haalt er ook een specialist en zo. In ieder geval een leuke gameplay. En ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om dat een keertje te gaan gebruiken natuurlijk. Ook een hele goede subscriber. Nou, we gaan in ieder geval even over naar de vragen. Na 2,5 minuut. Maar dat maakt niet uit. Ja toch? Want we hebben 11 minuten voor vragen. Dus lekkere tijd. Eerste vraag van Bas Heiner. Q&A. Hoe heb je de tijd in de gevangenis ervaren als je er nu op terugkijkt? Als ik er nu op terugkijk, denk ik bij mezelf. Het is gewoon een onderdeel van mijn leven geworden. En het is natuurlijk gewoon heel erg kloten geweest. Maar uiteindelijk denk ik, het klinkt misschien stom om te zeggen, vind ik het ook goed dat het is gebeurd, zeg maar. Het heeft me wel tot bepaalde dingen gebracht, zeg maar. Dat ik denk van, hey, ik moet dingen ook anders aanpakken en zo. En slimmer mee omgaan. Dus ik denk dat het aan de ene kant heel vervelend is geweest. Maar ook aan de andere kant goede dingen heeft gebracht voor mij, zeg maar. Dat ik er gewoon wat van geleerd heb, zeg maar. Niet dat het ooit nog een keertje natuurlijk nog een keer gaat gebeuren. Maar het is... Dus ik heb het gewoon een plekje gegeven eigenlijk in mijn leven. En zorg ervoor dat je niet in de gevangenis komt, zou ik zeggen. Mocht je dat trouwens wat willen weten, ik ga het niet helemaal uitgebreid over wat ik gedaan heb, bla bla bla. Dat kun je gewoon in de beschrijving, staat altijd een link naar de playlist toe. Ik heb daar heel veel video's over gemaakt. Gaan we naar de volgende vraag. En de volgende vraag is van The Gaming Kamp. Q&A, Mario of Sonic? Mario natuurlijk. Ik vind Mario echt een super vet karakter. En ik hou ook van Nintendo games en zo. En ik heb vroeger heel vaak Super Mario gespeeld. Super Mario World en zo. Nog op de Super Nintendo, de SNES. En ook op de oude Nintendo heb ik wel gespeeld en zo. En ja, ik vind Super Mario Sunshine heb ik trouwens al gespeeld op de GameCube. Heel veel. Ook in de gevangenis trouwens. Dus Mario, dat is voor mij gewoon het mannetje. Volgende vraag van Exponents01. Q&A, welk filmgenre vind jij het leukst en waarom? En hashtag kijken is liken, natuurlijk niet vergeten. Wat vind ik het leukst om te kijken? Nou, ik hou eigenlijk van heel veel verschillende filmgenres. Ik hou veel van science fiction, moet ik eerlijk zijn. Wil ik wat meer eerlijk over zijn. Ik hou ook veel van rampenfilms. Natuurrampenfilms, zeg maar. Ik hou van comedy. Ik hou van... Waar hou ik nog meer van? Ik hou van horror. Ik hou van thrillers. Dat soort dingen eigenlijk allemaal. Dus ik...
Ik hou best wel veel van verschillende soorten films eigenlijk, zeg maar. Het is niet zo dat ik één genre heb, zeg maar. Volgende vraag van Brandon Hondenneuker. Lekker, leuke naam, goeie naam. Maar maakt niet uit, wel een goede subscriber trouwens. Q&A. Fish, wat zou je liever willen hebben? 10 miljoen subs of een Viren? De adder uit GTA 5. Nou, ik weet hoe die eruit ziet. Ik weet trouwens niet wat die kost, maar voor mij kost die wel een miljoen of zo, hè? Of 1,5 miljoen, ik weet het eigenlijk niet. Dus eigenlijk zeg je van 1 miljoen euro of 10 miljoen subs? Dat is een hele moeilijke vraag, want met 10 miljoen subs kun je echt heel veel geld verdienen. Heel veel YouTube money. Ligt aan of ze actief zijn eigenlijk, ja. 10 miljoen abonnees, is echt, het kan heel hard gaan. Die Viren heb je, zou ik zo zeggen. En die 10 miljoen subs, ja, hoe reageren ze verder? Dus ik denk dat toch dat die voor die Viren zal gaan. Al 10 miljoen subs kan je wel meer geld mee verdienen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik vind het moeilijk eigenlijk. 10 miljoen subs is wel heel erg gaaf natuurlijk. Hè. Ben je gewoon een van de grootste ter wereld gewoon qua abonnees. Dus ja. Ja, nogmaals, het ligt eraan of ze actief zijn. Ik weet het echt niet. Nou ja. Misschien dat jullie een antwoord kunnen geven. Want ik vind het heel erg moeilijk in ieder geval. Robbie Rotgen Gatter. Vraagt. Net als in de film The Purge. Het legaal was om één nacht alle misdaden te plegen. Trouwens een hele goede film. Die er bestaan. Wat zou jij dan uithalen? Nou ja, als het toch over auto's hebt. Ik zou echt een auto stelen. En echt waar. Ik zou er met echt 300 km per uur over die hele snelweg heen vliegen, zou ik zo zeggen. Of een vliegtuig misschien wel stelen. Maar ja, dat zou ik denk ik doen. Dat is dan echt een misdaad die ik misschien wel zou willen plegen. Om gewoon ja, toch een vette car onder je reet te hebben, zeg maar. Dus dat ik denk dat de enige misdaad zou zijn. Andere misdaden ja, zijn allemaal, weet je, inbreken en zo, ja. Je doet er anderen mee pijn, zou ik het zo zeggen. Dus nee, dat is niks voor mij. Dus ik zou in ieder geval gewoon voor het autootje stelen gaan en lekker gewoon zo over die snelwegen heen gaan en lekker helemaal niets uitmaken en dan zo. Het zou echt super vet zijn. Volgende vraag van Bro Video Lol. Een hele goede abonnee trouwens. Het is wel leuk altijd als je echt ziet dat de beste abonnees altijd leuke vragen achterlaten. En ja, doe dat allemaal massaal zou ik zeggen ook. Q&A. Weer een autovraag. Zou je je auto willen pimpen of tunen? Of zou je het gewoon zo laten zoals het nu is? Nou, vroeger vond ik het altijd wel leuk. Dat klinkt echt heel lang geleden. Dat is ook lang geleden, 20 jaar geleden, zeg maar. Vond ik het altijd leuk om een auto te zien die een beetje gepimpt was. Daar heb je een beetje vleugeltje erop. Vette velgen eronder en zo. Maar eigenlijk ben ik, sinds dat ik zelf een auto heb, heb ik zoiets van, hey, ik vind het eigenlijk leuker. En nu hoort er een hondje op de achtergrond, ik kan er niets aan doen. Vind ik het eigenlijk leuker om een auto zo mooi uitgebreid mogelijk te maken van het merk zelf. Dus bijvoorbeeld als ik zeg maar wat, ik heb een Renault Clio gehad en dan vind ik het allemaal mooi om daar bijvoorbeeld alle luxe op te hebben, maar dan van Renault zelf. Dus echt velgen van Renault, vette lak eroverheen, allemaal echt van het originele merk, zeg maar. En helemaal uitgebreid, dus alles op en aan, climate control, alles elektrisch, open dak, ik zeg maar wat. Maar dan allemaal van het merk zelf. Dat vind ik eigenlijk het supermooiste om naar te kijken eigenlijk, als ik een auto zie. En zelf gaan mensen hun auto helemaal oppimpen en zo. En dan gebruiken ze allemaal andere merken en zo. Van dingen natuurlijk wel die echt daarmee te maken hebben. Maar dan vind ik het zelf, ja, denk ik zo zelf, nou, nee, het is net niet eigenlijk. Ik vind het gewoon echt de luxe van het originele van hè, een merk vind ik gewoon super vet om te zien. En ja, het is wel natuurlijk duurder. Omdat je namelijk, hè, het merk is natuurlijk gewoon duurder. Dus, maar op zich vind ik dat is eigenlijk, dat vind ik super mooi om te zien. Gewoon eigenlijk, klinkt misschien stom. Volgende vraag van Niche Games. Q&A. Yo Fish, wanneer ben je begonnen met gamen en waarom? En nog een vraagje. Heb je zin in Black Ops 3? PS, je bent beest. Best. De best. Dankjewel, in ieder geval.
Wanneer ben ik begonnen? Ik begon zeg maar toen ik een jaartje of 8, 9 was op de PC toentertijd. Toen was het nog een 286. Mensen, misschien weet je dat allemaal niet, maar dat is allemaal heel lang geleden. Toen had je nog eens een kleurenbeeld. Maar toen begon ik echt met, wat speelde ik op? Prince of Persia speelde ik op de PC. En ja, dat vond ik hartstikke leuk om te doen. En Space Quest en zo, wat het toevallig van René nog even over in de call, over retro games. Maar dat speelde ik eigenlijk vroeger. En ja, dat kan je nou niet meer denken dat het echt zo fucking hard gegaan is. Nou, een jaartje of 20 zeg maar. 20, 25 jaar later. Dat het zo hard gegaan is met games en zo. Hè? En af en toe zitten te zeuren over bepaalde games dat het niet helemaal mooi eruit ziet. Maar ik moet je eerlijk vertellen, als ik het 5 jaar geleden bijvoorbeeld had gezien, dan denk ik me zo, wow, eigenlijk ziet het er hartstikke mooi uit. En als je nu dan terugkijkt, denk je van, het ziet er echt niet uit. Wat natuurlijk echt vette onzin is. Maar ik ben in ieder geval dus rond mijn 8e begonnen met gamen. Dus eerst het simpele games. Vanaf mijn 11e, zo Mario. Heel veel. Ik heb dan een Super Nintendo gehad. Nintendo heb ik gehad. Atari 2600 heb ik gehad. Dat is heel erg oud. Dat ken je dan denk ik niet. Commodore 64 heb ik gehad. Dus ik denk zo rond mijn 8e jaar. Dat ik in ieder geval de besef van heb. Dat ik de game, zeg maar. Volgende vraag van Ekte Belg. Q&A. Wanneer komen je eerste video's op het Engels kanaal? Haha, ja inderdaad. Het is inmiddels 3 maanden geleden sinds je intro video. Ja, dat is inderdaad eigenlijk gewoon heel erg slordig natuurlijk. Dat ten eerste. Maar ten tweede heeft het wel mee te maken dat ik gewoon ook iets meer aan mijn hoofdkanaal. Dit kanaal. Wil ik gewoon even beter hebben, snap je? Dat ik ook meer kijkers heb en zo. En dat mijn video's beter zijn. En dat ik meer dingen kan en zo. En dat ik beter praat, zeg maar, ook met live dingen en zo. En voordat ik dan even Engels ook nog ga doen, moet dat ook, vind ik, goed zijn. En zolang dat niet goed is, vind ik ook niet dat ik iets moet doen waar ik dan niet goed in ben, zeg maar. Het moet gewoon of niet, of wel. Dus, tenminste, het moet of goed zijn, of het moet gewoon, als het niet goed genoeg is, dan niet. Snap je? Maar ik verwacht wel dat ik gewoon wel één deze weken wat ga doen op mijn kanaal. En dat kanaal komt het ook zeker weten. Want ik ga er gewoon mijn best voor doen. Zo simpel is het eigenlijk. Volgende vraag van Mikey Mike. Hoe kom je aan? Ja. Hier is Fishy weer. PS, je bent baas. Dankjewel. Hoe kom ik eraan? Ja, toen ik begon met YouTube, toen had ik nog geen opnameapparatuur. En toen nam ik het op bij Paul thuis uit mijn Volt. Kan ik nog herinneren, want MB3 was het toen. Toen kon ik uit mijn Volt daar opnemen. En zet ik op zijn PC en ging het achteraf inspreken natuurlijk, hè? Achteraf commentary. En toen wist ik eigenlijk niet echt een intro. En Paul had vroeger van, yo gasten, de King 77NL. En heel veel andere mensen, zoals Erik, toen nog YouTuber. Toen nog YouTuber X Mysterious was het van, wat was dat weer zo? Ik weet nog eens meer in zijn intro. Jezus mensen. Welcome back everybody. Dat was het, welkom back even party. En Jeff had, Team Dief, had good morning YouTube. En zo had iedereen wel een beetje zijn eigen intro. En ik wist echt absoluut geen intro te verzinnen. En toen ging ik eigenlijk stotteren met, ja, hoe moet ik dat doen? En toen zei Paul eigenlijk van nou, misschien moet je daar wat mee doen met ja. Dat is misschien wel leuker, dat klinkt vrolijk ook. Hè? En je bent lekker begonnen, hè? Want als je ja, hier is visje. Je hebt meteen een intro, je hebt meteen zeg maar van, hey, de commentary begint. Dus zo ben ik eigenlijk op mijn intro gekomen. Dus volledig door Paul. Gewoon wel meer dingen. Nou ja, de gameplay is weer over. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Tot de volgende week. En tot de volgende keer. En bye bye.